Hey, Popsters! Leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe serie. Af en toe, op mijn computer bij Steam. Wat voor spelletjes heb ik allemaal? Ik wil gewoon lekker eentje spelen. Heb ik meer dan 70 games, waarvan ik er 40 nooit heb gespeeld. Want die heb ik allemaal van fans gekregen. En ik wil spelen, maar ik wil ook een video opnemen voor jullie. Dus ben ik hierop uitgekomen, de nieuwe serie. Random Games! Jee, 2 keer per upload schema. Ja, dat die opnieuw gaat. Ja, jongens, jullie zien het hier. Links een heleboel spelletjes. Ik ga ze allemaal spelen. Alle games die ik op dit YouTube-kanaal nog niet heb gedaan. Dus Age of Empires heb ik gedaan, ga ik niet doen. Hard Survival Evolved niet. GTA niet. Counter-Strike niet. Maar wel Aim Hero bijvoorbeeld. Kingdom Rush. Kingdom Come Deliverance. Dat blijkt een hele goede game te zijn. Heb ik allemaal gratis gekregen van fans. Echt, ik ben zo verbaasd over mijn lieve fans. Maar goed, Aim Hero staat bovenaan, dus laten we die gewoon lekker gaan spelen. Oké, lekker muziekje, dat is een goed begin. De graphics, Full HD. Mooi, 60 beeldjes per seconde minimaal. Ik heb begrepen dat het een schietspel is om mee te oefenen voor Counter-Strike, Paladins, Overwatch. Dus ja, ik ben er slecht in. Dus laten we gewoon lekker gaan trainen. Start. Ik ben pro, hè. Ja, ik ben hartstikke noob. Ik ga meteen voor moeilijk, de classic. Oké, press R to start. Ik heb geen idee wat ik moet doen. Game start in 2-1-0. Oh, moet je op die bolletjes schieten? Ja, oh. What the fuck is nou sensitive? Die staat hartstikke laag. Nou, maak er maar 11 van. Dat zal wel genoeg zijn, denk ik niet. Kijk, dat is beter. Oh. Dat is ietsje te veel. Ik ben af. Nee, even opnieuw, jongens. Oké, ik ben er klaar voor. Ik laat jullie mijn skills zien. Team. Zo, ik moet er echt ervoor gaan zitten hoor. Maar goed, je kan je lekker je skills mee oefenen, testen of hoe je het ook moet zeggen. En het kost 3 minuten. Ik snap de basis van dit spel. Ik schoot echt zo vaak op die bol, echt waar. En ik mis ze allemaal. Ik heb nog 1 leven. Ah, dit moet ik doen. Zo. Kut. Yo! Hoe nauwkeurig moet hij wel niet mikken houden? Oké, dat is ietsje moeilijk. Ja, je hebt ook allerlei andere oefeningen. Dus laten we die gewoon gaan doen. Wat is het vooraf in? Dit is een game mode om te oefenen op een 12 in target. Oké, laten we dat gewoon gaan doen. Media. Press R to start. Oké. Go. Yo, dat was gemeen van je. Ik raakte je. Ja. Zo, jij bent... Mensen doen dit nooit in Counter-Strike, jongens. Wees een beetje logisch. Yo, wat ben jij jou? Oh, dat was een hitstreak. Yo, ik schiet op je, lul. Gast, die was raak. Ja, oké, nu gaat het wat beter. Come on, dit is medium. Je moet snel. Kan dat wel niet lopen, ouwe? Ik krijg er een muisarm van. Echt waar, dat is niet normaal. Nee, oké, ja, dan kan je inderdaad een beetje oefenen. Ik merk al dat ik iets beter word, dat ik dicht in de buurt kom, maar nog steeds alles misschiet. Holy shit. Allemachtig. Oké, geinig. Laten we gewoon nu een andere oefening doen, want dit lukt mij gewoon niet. Ja, dan moet je het oefenen, daarvoor is dit spel lopen, of dat weet ik. Oké, geflex, nee, fast aiming. Lightning gun. Oh, dat lijkt me gaaf. Oké, gewoon nu even lekker moeilijk. Ik heb wel geoefend. Oké. Wat doet het? Ja,
maar hoe kan het door de vloer heen gaan, jongens? Ik raak je echt keihard, hoor. Yo! Hoe moet ik je raken dan? What the fuck is dit? Ja, dat was wel heel erg raak, hoor. Ja, die ook. What the fuck? Wat is dit voor een spel? Dat mensen gewoon dit kopen. In plaats van gewoon Counter-Strike. En dan gewoon niet competitief spelen. Gewoon casual. En dan dit kopen. Ja, oké, ik snap het principe van dit game. Aim Hero. Ik ga kijken wat de recensies ervan zijn en hoeveel het kost. Erg positief. Wow, really? Gratis, denk ik. Is nog early access. 5 euro! 5 euro's? Holy shit, mensen kopen dit spel voor 5 euro? Oké, jongens. Mijn mening van dit spel is, als je wilt oefenen en je bent zo ontzettend slecht in Counter-Strike, of je wilt weten of Counter-Strike geschikt voor je is, dan kan dit wel goed uitkomen. Ja. Maar 5 euro. Maximaal 1 euro. Ik vind dit het geld niet waard. Nee. Ja, dat is mijn uitspraak. Het is gewoon het geld niet waard. Het is veel te duur. 5 euro. Het is nu Steam Summer Sale. Volgens mij kan je Counter-Strike nu gewoon echt voor een prikkie kopen. Hier, 9,37 euro. Wat is dat nou weer voor een bedrag trouwens? 37 cent. Kijk, voor maar 4 euro meer kan je al Counter-Strike kopen. Dus één hero. Weg ermee. Jongens, hebben jullie genoten van deze video? Wil je weten wat de volgende game gaat worden? Ja, je had het kunnen zien in het lijstje. Abonneer dan op mij. Laat een duimpje achter. Ik doe dit gewoon. Weinig editen. Gewoon lekker veel video's uploaden. En dan wens ik je een fijne dag. Later!